Hi, ik ben Rick en ik ga vandaag mijn kliniek houden bij de Drum Driedaagse. En ik heb liedjes van Nielsen meegenomen en een hoop elektronica. En hoop dat alles doet en dat ik jullie een beetje kan meenemen in deze weg van de hybride drums bij Nielsen. Let's go. Ik vlieg gelijk in met de track, gewoon om te beginnen. Dus doe nou niet wat je al deed, al deed. Goed, zoals ik al zei, ik speel dus tegenwoordig veel met Nielsen. En Nielsen kwam eigenlijk bij mij aan met een totaal nieuwe plaat. Hele nieuwe sound. En wat vooral belangrijk was voor hem is dat de elektronica die in zijn beat zit op de plaat ook terugkwamen live op het podium. Maar hij wilde wel een mooie balans, want hij wilde wel live klinken. Want hij wilde niet een DJ sound. Nou goed, voor mij een mooie uitdaging om die drums en die elektronica bij elkaar te brengen. Zoals we tegenwoordig denk ik sowieso allemaal best wel veel
daarmee te maken krijgen. Ik denk dat ieder die in een bandje speelt of wel eens een liedje wil uitzoeken voor drumles, het wel eens tegenkomt dat hij dat soort sounds hoort die eigenlijk niet echt uit je drumstijl komen, maar natuurlijk wel gewoon op drums slaan of van de drumstijl zijn afgeleid. Nou, ik heb dat steeds meer, dus ik dacht, lijkt me leuk om jullie een klein beetje te laten zien hoe ik dat aanpak en wat ik dan doe op het moment dat zo'n opdrachtje binnenkomt. En nou, ik begin eigenlijk sowieso allereerst altijd een beetje met luisteren naar het originele liedje, naar de originele beat. En vaak kom je dan al tegen dat daar heel veel verschillende informatie in zit. Maar ja, goed, we hebben nog steeds maar 2 handen en 2 voeten, als het goed is. En daarmee moet je dan dus keuzes maken. Wat ga je wel spelen, wat ga je niet spelen? Daar zijn heel veel verschillende keuzes te maken. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat jongens gebruik maken van de hoge dingen allemaal op de plaats zetten en de lage dingen niet. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld hi-hats laten ze wel vaak lopen. En bassdrums worden vaak weggehaald, omdat laag veel clasht en hoog wat makkelijker met elkaar te verblenden is. Wij wilden bij Nielson eigenlijk zoveel mogelijk zelf spelen. Gelukkig heb ik ook een percussionist aan mijn zijde bij Nielson, Bo Moeker. En die heeft ook een SPD. En dat is voor mij heel fijn, want zo kunnen wij samen bepaalde dingen met elkaar delen. En zoveel mogelijk dus echt zelf spelen en zo weinig mogelijk laten meelopen. Ik heb vandaag verschillende audio bij, ook van een repetitie, waar geen drums onder zit. Dat is iets prettiger dan de audio die ik net heb gebruikt bijvoorbeeld, waar wel nog drums van mezelf onder zat. Maar zo kun je goed horen wat het doet als ik die dingen speel en probeer dat eigenlijk te laten lijken op de beats van het album. Nou heb ik hier ter voorbeeld het volgende liedje maar meegenomen. En daar wil ik eigenlijk met jullie doorheen, want wat doe ik eigenlijk op het moment dat ik zo'n liedje binnenkrijg? Ik ga eerst luisteren naar het originele audio-file. Vervolgens pak ik er een blaadje bij en ga ik vaak alvast opschrijven wat ik hoor in die groove, wat ik graag zelf zou willen spelen. En gelukkig, wat dan fijn is, als je bij een dergelijk artiest speelt, heb je vaak toegang tot die geluidjes en kun je ze vragen van, joh, zou ik van die track van jou de snare drum of bijvoorbeeld de bassdrum mogen pikken. En dan krijg ik die in een heel mooi mapje krijg ik die opgestuurd. Maar gelukkig is er tegenwoordig op internet ook van alles te vinden. Geluidjes die heel, zoals de 808 sounds die we denk ik allemaal wel kennen. Hele standaard geluidjes, maar er zijn ook allemaal hele specifieke geluidjes. Nou, goed, heel veel online te vinden. En wat ik dus altijd doe, ik zorg eerst dat ik aan die geluidjes kom. Of ik heb al wat, of ik vraag het aan de jongens die er verantwoordelijk voor zijn. En dan krijg ik die geluidjes binnen. En dan ga ik ze inladen in mijn drumcomputer. Ik zelf gebruik een Roland SPD SX. Maar er zijn natuurlijk verschillende drumcomputers op de markt vandaag de dag. En het principe werkt eigenlijk hetzelfde. Je laat de geluidjes in en onder het vakje wat jij verkozen hebt, daar zit dan jouw geluidje. En vervolgens maak ik graag een vormschema. Dat is ook iets waar ik jullie even snel mee doorheen wil nemen, omdat het voor mij altijd ontzettend helpt. Niet alleen om in een korte tijd veel informatie te verwerken, maar ook om überhaupt een beetje overzicht te krijgen in een liedje. Ik heb altijd, als ik een vormschema heb gemaakt, een heel helder idee van hoe het liedje in elkaar zit. En daardoor kan ik dynamisch veel beter reageren. Dus als ik al weet dat het refrein eraan komt, om maar een voorbeeld te noemen, kan ik er een mooi veel naartoe spelen en al wat meer omhoog gaan in energie en dynamiek. En dan zul je merken dat je daar je band ook een plezier mee doet, omdat je ze aangeeft dat er wat gaat gebeuren en vaak ze auditief even wakker schopt. Vaak waarvoor een veel ook wel een beetje bedoeld is natuurlijk iets in te leiden weer voor het volgende stukje van het liedje. Dus dat is het vormschema wat ik heel graag gebruik. En nou ja, goed, dat alles bij elkaar maakt het dan voor mij mogelijk om met de structuur van het liedje en de geluidjes die ik heb en het partijtje wat ik heb bedacht, zo'n song half op de computer, half op de drums te spelen en het toch een beetje bij elkaar te laten komen. En het is eigenlijk iets wat ik vandaag de dag zoveel doe, dat ik dacht, nou, dat lijkt me leuk om dat aan jullie te laten zien. En natuurlijk heeft iedereen zijn maniertjes. Laat mij ook vooral weten wat jouw manier is en wat voor jou werkt, want dat is altijd leuk en we kunnen allemaal van elkaar leren. Dus zeker
als je iets anders doet dan ik, laat me dat zeker weten. En we gaan er maar in. Het volgende liedje wat ik eigenlijk wil doen, dat is IJskoud van Nielson. Dat is natuurlijk wel een wat bekendere. Om maar even snel daar doorheen te gaan met het vormschemaatje. Misschien is het ook leuk, als je het tof vindt, om hem straks hier ergens even een keer op pauze te drukken. En met me mee te werken aan het vormschemaatje. Ik heb hem nu natuurlijk al af. Maar kijk eens hoe ver je komt. Want het vormschema kan namelijk in allerlei verschillende vormen en maten gemaakt worden. Ik laat hem hier even snel zien en ik weet niet eens of het goed zichtbaar is op de camera. Maar dit is hoe ik mijn vormschemaatjes maak. Op mijn iPadje, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een A4'tje of een bierveeltje gebruiken. Dat maakt helemaal niet uit. En je kunt zo ver gaan als je zelf wil, als het gaat om de informatie die je erin zet. Een intro kan bijvoorbeeld 8 maten duren. Dan kun je ook gewoon een 8 opschrijven, zodat je weet dat die 8 maten duurt. Dat is de meest kale info die je zelf kan geven, vind ik, op een vormschema. Maar werkt al heel goed. Als dat al... Als je niet goed kunt schrijven, dan kun je natuurlijk gewoon een vormschema maken door simpelweg het liedje te verdelen in het coupletje, het refrein, de bridge, het outro. En dan ga je tellen hoeveel maat is dit, hoeveel maat is dit. En dan zul je zien dat je op een gegeven moment zelfs een soort logica gaat ontdekken in het liedje. Het couplet is elke keer 16 maten, het refrein is elke keer 8 maten. En dan komt er een soort overzicht in het liedje, wat ik heel fijn vind om te hebben, omdat ik dan altijd zeker weet wat het volgende stukje is wat er aankomt. En met die informatie kan ik dan weer wat. Voor degenen die al wat verder zijn met schrijven. Je kunt je vormschema natuurlijk helemaal volschrijven. Maar dan zou het eigenlijk meer een partituur worden en geen vormschema meer zijn. Ik probeer het altijd zo beknopt mogelijk te houden. En toch de informatie te geven die ik wil. Dus ik zet de groovejes erin. Op het moment dat er wat verandert in een groovejes, zet ik dat erin. Maar eigenlijk is het gewoon tellen. Simpelweg om te weten hoe de structuur van het liedje in elkaar zit. Nou. Dat is wat ik met het vormschemaatje doe. Probeer er eentje van te maken van deze track of van een van de andere tracks en kijk of je eruit komt. Laat het me weten, stuur hem op. Ik ga IJskoud even aanzetten. En dan ga ik jullie laten weten hoe ik dat heb gedaan met die sounds. Even kijken of ik die hier heb, liedje. Zeker wel. Ja. Dit is IJskoud. Hier is die. Nou, als ik dit liedje aan het luisteren ben, dan hoor ik al gelijk op de bassdrum een zware sample liggen die heel specifiek is. Een geluid wat ik met mijn bassdrum niet kan maken. Ik hoor een snare met een soort clap sound erop. Ik hoor eigenlijk geen hi-hat. Wat doe jij nou? Vind ik wel vreemd. Ik wil wel graag een hi-hat spelen. Dus ik ga denk ik zoeken naar een hi-hat partij. Want die wil ik wel toevoegen. Om toch wat te kunnen dragen. Maar wat voor hi-hat partij dan? Hier hoor ik een hi-hat partij. Nou, dat soort informatie wil ik dan graag gebruiken, want die hi-hat is daar in 16e. Ik denk dat dat een heel fijn patroontje is om te spelen. De bas is ook de hele tijd in 16e, ga ik dat meespelen. En de kick en de snare zijn verder vrij zwaar. Nou, zou het dan leuk zijn als ik die geluidjes dan heb. Nou, die heb ik van Niels gekregen, super lief van hem. En dus heb ik hier de bassdrum van IJskoud onder zitten. En de snare drum van IJskoud. Nou, die heb ik dus van hem gekregen en in mijn drumcomputertje gezet. Ik heb ze dan bij mij nu... op triggers zitten, op een bassdrum trigger en een snare drum trigger, waardoor ze tegelijk afgaan als ik deze instrumenten bespeel. En dan komen ze dus eigenlijk bij elkaar en met behulp van de vriendelijke geluidsman klinkt het dan hopelijk zoals de plaat en toch ook live. En goed. Kijken of we eruit komen. Wat ik verder ook vaak wel... Nu hebben we bijvoorbeeld een hele strakke snare drum. En als we net naar het liedje luisterden, dan hoor je dat de snare drum eigenlijk veel lager is en veel... doffer en de sound wil eigenlijk dat ook meedoen. Dus wat ik wel vaak doe,
is gebruik maken van de big fat snares. Of misschien heb je een portemonnee of een andere truc. Of gewoon een extra snare bij je. Dat is natuurlijk nog veel mooier. Of je hebt er nog een snare naast staan. Ik ben maar een klein jongetje. Ik kan vaak niet zoveel spullen verder nog zetten. Want ik kan er niet meer bij dan. Dus ik doe het zo. Ik gebruik gewoon een snare drum die tussen mijn been staat. En ik heb dan bijvoorbeeld de big fat snares. Waarmee ik mijn snare sound per direct naar beneden kan brengen. En daardoor krijg ik een snare die iets beter past bij mijn samples. Want dat is wel fijn. Dan heeft de geluidsman het ook ietsje makkelijker. En dan klinkt het ook snel wat meer samen. Dus dat probeer ik wel altijd te doen. Om mijn akoestische drumsound al een beetje, en dan met name de snare zit het hem eigenlijk in, te duwen richting de sound van de plaat. Nou, dat was IJskoud van Nielson, het liedje dat jullie denk ik allemaal wel kennen van de afgelopen tijd.
Nou, en dat is eigenlijk een beetje in het kort hoe ik dat een beetje aanpak. Nou is het natuurlijk, ja... Hè, die soundjes, die kan ik dan van Nielsen krijgen. Want ik al zei, jullie kunnen heel veel soundjes ook online vinden. En ik zal jullie voor dit liedje ook wat geluidjes meegeven. En mijn eigen vormschemaatje bijvoegen. En een play-along track. En ja, dan kun je proberen om er een vormschemaatje van te maken. Misschien heb je zelf al een drumcomputer waarmee je de sounds kan inladen. En anders dan... misschien in de toekomst iets leuks om te hebben. En geef ik in ieder geval ook een track mee waar de soundje op zit. En nou, probeer het eens uit, zou ik zeggen. Want ja, het is eigenlijk best wel leuk. Al die extra geluidjes erbij. Het maakt je drumpartijen weer wat dikker. En ik vind het persoonlijk heel prettig. Ik heb in het verleden veel over de computer heen moeten spelen. En ik vind het toch altijd fijner om het zelf te doen. En het geeft ook weer wat meerwaarde aan het feit dat er weer een drummer op het podium is in plaats van een computer. En ja, zoals gezegd, ik denk dat in de popmuziek vandaag de dag komen we er bijna niet onderuit. Nou ja, ik hoop dat mijn trucjes jullie een beetje kunnen helpen. En let me know.